In de video van vandaag ga ik een aantal van mijn favoriete shoptips in Londen met jullie delen. En als je me wat langer volgt, dan weet je misschien wel dat ik echt dol ben op Londen. En dat ik er eigenlijk wel 2 keer per jaar naartoe ga om gewoon lekker te shoppen. Ik vind het altijd een hele prettige stad om te zijn. Een hele vriendelijke stad op een of andere manier. En je kunt er zo ontzettend goed shoppen. En bovendien is het eigenlijk best wel dichtbij. Het enige nadeel is dat de pond nu vrij hoog staat en dat het daardoor redelijk prijzig is. Maar dan nog kun je er behoorlijk goed winkelen. Meestal als ik naar Londen ga, ben ik er 2 nachtjes. En dat betekent dat ik altijd mijn tijd wel optimaal moet benutten. En daarom heb ik gewoon een aantal vaste adresjes waar ik altijd naartoe ga. En die wil ik heel graag aan jullie vertellen. Luister natuurlijk wel zo dat ik echt een beautymeisje ben. Dus mijn Londen trips staan meestal voornamelijk in het teken van beauty. Als je in Londen bent, sowieso in Engeland, maakt niet uit waar je bent, ga een keer naar Boots en naar Superdrug. En het zijn hele bekende drogisterijketens. En dan denk je misschien van, oh, net een soort Ethos en Kruidvat, wat saai. Maar nee, geloof me, ze zijn echt niet saai. Superdrug ga ik het liefste naar het filiaal wat bij het metrostation Marble Arch zit. En die zit tegenover de Primark op Oxford Street. En serieus, het is daar een walhalla. Ze hebben sowieso, ze hebben daar zulke leuke merken. Ik wou dat we die in Nederland hadden. Je hebt daar onder andere Barry M, je hebt de Collection, je hebt Sleek, je hebt Revlon. Je hebt sowieso van eigenlijk alle merken die wij wel hebben, hebben ze gewoon veel bredere schappen. Waardoor ze dus ook veel meer producten en veel meer kleuren hebben. Oh, en als je een hele lichte of donkere huid hebt, dan kun je daar veel makkelijker foundations vinden. En ik koop eigenlijk bijna al mijn drogisterij foundations als ik in Engeland ben. Voor Boots ga ik het liefste naar een filiaal op Oxford Street. Die zit ook vlakbij het metrostation Bond Street. En die zit daar tegenover Debenhams. En dat is een enorme Boots met echt iets van 3 of 4 verdiepingen. En ze hebben daar sowieso natuurlijk de drogisterijmerken, waar ik het net ook al over had. Maar ze hebben er ook de gewoon wat luxere merken. Echt een beetje de parfumeriemerken. En het is daar echt fantastisch. Bovendien hebben ze zowel bij Boots als in Superdrug meestal hele goede aanbiedingen. Dus als je er bent, maak er zeker gebruik van. Want je hebt echt dingen van, nou ja, 2 nagellakken voor de prijs van 1 of 3 voor 2. Of dat je allerlei merken mag mixen. Heel erg leuk. Als je op zoek bent naar iets meer niche merken, dan moet je zeker even langs bij Space NK. En Space NK is eigenlijk een soort skin zoals wij die in Nederland hebben. Dus je hebt echt een beetje die bijzondere niche merken die je niet overal vindt. Ik ga meestal naar de Space NK op Kings Road of die vlakbij de Harrods zit. Je hebt, naast Harrods heb je een soort pleintje zitten en daar zit hij aan. Maar sowieso, hij zit door de hele stad. Het enige nadeel is dat de meeste producten wel behoorlijk prijzig zijn. Maar als je echt een beautyliefhebber bent, is het wel even de moeite waard om er rond te kijken. Nou, als je aan Londen denkt, dan denk je automatisch aan warenhuizen. En ik moet zeggen dat ik ze niet allemaal even interessant vind. Ik ga altijd wel eventjes bij Selfridges naar binnen. Ze hebben er sowieso een mooie beautyafdeling. Ze hebben sowieso een fantastische schoenenafdeling. Die is echt gigantisch. En ook voor allerlei prijskategorieën. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En ze hebben natuurlijk wel designerkleding, maar ze hebben ook nog een verdieping met echt kleding voor jongeren. En daar hebben ze merken sowieso, ze hebben een hoekje van Primark, ze hebben een hoekje van H&M. Ze hebben ook, ja, gewoon eigenlijk allerlei net even wat goedkopere merken. En daardoor kan eigenlijk iedereen daar wel een beetje shoppen. Een ander warenhuis waar ik altijd naartoe ga is Liberty. En Liberty zit vlakbij Regent Street. En ik weet nog dat ik daar nog al kwam toen ik heel klein was. En het is een heel karakteristiek warenhuis. En het is niet een standaard warenhuis, vind ik. Maar ze hebben echt hele bijzondere merken. Prachtige beautyafdeling. Wederom met bijzondere merken. Ook Shumura en zo hebben ze daar. En ze hebben een hele hoek met Kiehl sowieso. Maar ook echt wat merken die wij helemaal niet hebben. En verder qua fashion zijn ze heel erg vooruitstrevend. En nou ja, dan moet ik zeggen dat ik niet een enorm modepopje ben. Maar ik vind het toch altijd wel leuk om daar rond te kijken. En echt, dat warenhuis, dat moet je gewoon doorwerken van boven naar beneden. Ze hebben ook een prachtige woonafdeling. En nou ja, als klein meisje kwam ik er al. En nog steeds heb ik daar hele leuke herinneringen aan. Dus ik vind het altijd leuk als ik daar weer ben. Nog een ander soort van warenhuis waar ik ook altijd naartoe ga is Fortune & Mason. En dat zit vlakbij, waar zit het vlakbij? Ja, vlakbij de Burlington Arcade, redelijk dicht bij Piccadilly Circus. En daar hebben ze niet zozeer kleding, maar ze hebben er heel veel food. Ze staan heel erg bekend om hun thee. En ze hebben daarnaast ook allemaal koekjes en jams en dat soort dingen. En daarnaast hebben ze een hele bijzondere, ja, het is niet echt een beautyafdeling meer, een parfumerieafdeling met bijzondere parfums, bijzondere zeven. Bijzondere accessoires hebben ze ook. En ook wel, ja, gewoon, het is heel erg leuk om er lekker rond te kijken. En als je een beetje in zoete kou bent, dan zijn de scones die ze in de gallery
hebben. Volgens mij heet het Gallery Restaurant, Gallery Café. Die zijn daar heel erg lekker. En mijn moeder is er altijd dol op, de Victoria Sponge Cake. Iedereen kent eigenlijk wel Harrods, maar om heel eerlijk te zijn ben ik daar niet zo'n fan van. Het is altijd druk, het is altijd warm. Ik verdwaal er altijd. En als je dan al bij Selfridges bent geweest, dan vind je daar eigenlijk niet heel veel nieuws. Maar het is wel bijzonder om er in elk geval een keer geweest te zijn. Waar ik liever naartoe ga, dat is Harvey Nichols. En Harvey Nichols zit net een stukje verderop. En daar hebben ze ook wederom een... Het is gewoon een wat kleinschaliger warenhuis. Het is een stuk rustiger. Ze hebben hele bijzondere merken wederom. Ze hebben ook net iets andere collecties dan dat je bij de andere warenhuizen vindt. En ik vind het altijd gewoon net even een wat prettiger warenhuis om mee rond te lopen. Het is wel een vrij prijzig warenhuis, maar ze hebben wederom een prachtige beautyafdeling. En ik heb daar het gevoel dat je er net iets beter wordt geholpen dan bij de grote warenhuizen. Dus als je daar interesse in hebt, neem daar even een kijkje. Voor de beautyliefhebbers opgelet, want bij Debenhams, die zit op Oxford Street, die zit tegenover de Boots waar ik het net over had. Daar hebben ze Urban Decay. Dus ga daar even langs als je dol bent op dat merk. Want het is hier in Nederland helaas op dit moment niet verkrijgbaar. Andere fijne winkels waar ik altijd wel eventjes naartoe ga, dat zijn Nike. Er zit een hele mooie Nike winkel. Zit er op Oxford Circus. En daar hebben ze zo'n uitgebreide collectie. Echt, het is niet te vergelijken met de Nike winkels die wij in Nederland hebben. En vlak daar in de buurt zit ook nog Kiko. Die zit op Regent Street. En je hebt daar ook nog weer vlakbij heb je Carnaby Street zitten. En daar zit volgens mij nog de make-up store. Er zit nog... volgens mij zit Benefit er. Ik weet het niet helemaal zeker. Pixie zit er. Je hebt ook nog een winkel van MAC daar zitten. Je hebt sowieso in alle warenhuizen heb je wel MAC counters. Maar dat is ook wel een leuk, lief, klein, schalig straatje om daar ook eventjes langs te lopen. Een gebied waar ik ook altijd wel eventjes naartoe ga, dat is Kings Road. En Kings Road zit best een stukje buiten het gewone centrum vandaan. Het zit meer een beetje in de buurt van Harrods. En daar hebben ze eigenlijk wel alle winkels die je ook gewoon op Regent Street of Oxford Street hebt. Maar dan net wat rustiger. En als je daar bent, dan heb je veel minder toeristen sowieso. En wat ook wel heel erg leuk is, dat je daar echt gewoon in een soort Londense community zit. Het zijn gewoon veel meer locals. Je hebt een hele leuke tentje om lekker te eten, lekker te drinken. En ja, ze hebben daar gewoon ook wederom heel erg leuke winkels. Maar dan net wat minder toeristisch. Daarnaast schijnt Covent Garden ook super leuk te zijn. Maar ik ben daar nog nooit geweest. Het is er gewoon telkens niet van gekomen, omdat ik altijd wel naar een andere hoek ga. Maar het schijnt echt een enorme aanrader te zijn. En volgens mij hebben ze daar ook steeds meer beautywinkels. Volgens mij sowieso Chanel. Ik weet niet of die er nog zit, maar als het goed is hebben die er ook een enorme beautywinkel. En volgens mij Bobby Brown ook. En volgens mij worden er steeds meer echt beautywinkels in dat stuk geopend. Het licht wordt hier ineens heel erg fel, want de zon gaat schijnen. Dus volgens mij ben ik inmiddels een spookje aan het worden. Ik ga even kijken of ik hem weg editen. Mijn laatste tip is, als je in Londen bent, neem tijd voor een afternoon tea. En ik heb een paar verschillende gelegenheden uitgeprobeerd. En mijn favoriet op dit moment is bij Grosvenor House Hotel. En daar hebben ze echt de meest fantastische scones ooit. Serieus, die zijn echt heerlijk. En je kunt er gewoon lekker rustig zitten. Zeker als je dan heel druk geshopt hebt. Even neerploffen. Lekker van je tea genieten. En als je dan met je familie of met je moeder of met vriendinnen bent. Is het echt een fantastische plek om gewoon eventjes tot rust te komen. En gewoon lekker te genieten van heerlijke scones en lekkere sandwiches. En ja, ik hou ervan. Ja, ik hoop dat jullie wat in deze video gehad hebben. Als jullie nog tips voor mij hebben, laat het weten. Want ik ga over een maand weer naar Londen. Dus ja, dan kan ik altijd wel tips gebruiken. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op Fem. En tot de volgende keer. Doei!